stel je bent een echtpaar en je ontdekt dat er eentje dat gaat krijgen. Dat is natuurlijk sowieso al heel wat. Ik kwam toevallig bij mijn vader in de badkamer. Je komt daar nooit. En toen zag ik op het planchetje tandpasta liggen. En gel. En daar stond op de tandpasta stond tanden een briefje. En op de gel stond een briefje voor haar. En daar schrok ik eigenlijk heel erg van. Dementie heeft een grote invloed op iemands leven. Het is niet alleen een ziektebeeld, maar er komen ook sociale en psychische aspecten bij kijken. Deze zorgen ervoor dat we op een andere manier naar deze ziekte gaan kijken en er dus ook een andere manier van begeleiden en ondersteuning nodig is. Voor mij zijn het gewoon ouderen die gewoon er gewoon ook mogen zijn. En die een stukje gezelligheid ook geven aan het leven eigenlijk. Sociale benadering dementie helpt om mensen met dementie en hun omgeving beter te begrijpen en daarbij de juiste ondersteuning te kunnen bieden. Samen met mijn team heb ik dagelijks te maken met mensen met dementie. En voor mijn gevoel heb ik wel het idee dat wij als professionele zorgverleners pas in beeld komen als de mantelzorgers al redelijk tegen overbelasting aanzitten. En dat is jammer, want ging ze er eigenlijk bijna onderdoor dat ze het niet meer kon. En dan loop je bij alle instanties ook achteraan. En dan duurt het nog langer en dan kan je het eigenlijk op een gegeven moment niet meer. Dus het had heel fijn geweest als we dus eerder hulp hadden gehad, ook voor de mantelzorger zelf, voor de partner ernaast. Wat heel mooi zou zijn, is dat we met de sociale benadering dementie al een stukje daarvoor betrokken kunnen raken als wijkteam. En zo mensen al snel kunnen ondersteunen met vragen die ze hebben en andere begeleiding die we hun kunnen geven, zodat ze minder snel overbelast raken. Iedereen krijgt wel eens te maken met dementie. Door uw partner, uw buurman of buurvrouw, uw clubgenoot of wellicht iemand bij u in de winkel. En met elkaar willen we aan de slag om te kijken hoe we voor deze mensen een zo warme en veilig mogelijke omgeving kunnen creëren, waardoor deze mensen langer deel kunnen nemen aan de samenleving. Samen met Pamela Kampman en Petra de Jong ben ik aanspreekpunt voor u hier in Klundert.